mijn naam is Ingrid en we gaan nu een techniekles doen. En wat we gaan behandelen is de push-up. Dus de juiste houding, hoe je een push-up goed uitvoert. En ik ga je daarna, nadat ik de houding heb uitgelegd, ook variaties geven op de push-ups. We hebben namelijk een brede push-up, maar ook smal. En het verschil is, breed doe je meer voornamelijk de borst en smal pak je meer je triceps. Dus we trainen borst, triceps en natuurlijk voorkant schouders. Die train je bij beide. En dus nu ga ik je eerst laten zien hoe je hem het beste kan uitvoeren. Beginnen we met de normale push-up. En ik doe hem even op de lichtste optie doe ik hem voor. En de lichtste optie is je knieën recht onder je heupen. En dan zet je je handen in lijn met je schouders. Kin is in, dus je hoofd is mooi in het verlengen van je rug. En je buik span je aan. En dan buig je je armen tot zover dat je zakt dat je de hoogte van je elleboog komt. Dus je borst zakt tussen je elleboog in lijn met je elleboog. En dan duw je hem omhoog. Ja? Dus dit is kin is in, buik aanspannen. En ook altijd een beetje goed borst tussen je armen door naar voren duwen. En een klein beetje knijpen tussen je schouderbladen. Want dan heb je namelijk een sterk platform. En dan kun je ook echt iets wegduwen. Is dit slap, laat je dit allemaal inzakken. Dan krijg je hem niet goed omhoog. Dus maak hem eerst goed je rug sterk en span hem aan. En dan ga je naar beneden en omhoog. Gaat het heel makkelijk op je knieën, met je knieën onder je heupen, dan ga je een stukje naar achter. Dan wordt je wat zwaarder. Nu komt er nou meer gewicht op mijn schouders en dus op mijn handen. Dan duik je weer naar beneden en omhoog. Naar beneden en omhoog. Wordt dat weer te licht, dan doe je hem op je tenen, maak je hem nog zwaarder. Ga je weer naar beneden, omhoog. Goed je buik en je rug gaan spannen. Een mooie rechte lijn. En nu ga ik naar de smalle, dus die is meer, het accent ligt dan meer op je triceps, dus de achterkant van je armen. En dan zet je je handen dus recht onder je schouders, schouders weg van je oren, knijp een beetje tussen je schouderbladen. Borst weer naar voren en kin is in en dan buig je je armen naar achter en omhoog. En mijn armen zijn langs mijn lichaam, gaan die naar beneden en dan duw je hem op. Dat is heel belangrijk. En je hoofd is dus hoger dan je handen. Want als ik hem te ver naar achter doe, kan ik niet naar beneden. Het anatomisch kan dat niet. Dus je moet zorgen, handen zijn echt in lijn, recht onder je schouders. En van hieruit buig je naar beneden. Gaat dat makkelijk? Ga je weer een beetje verder naar achter. Buig je je armen en kom je omhoog. Ja? Gaat dat weer makkelijk? Ga je naar de tenen, zwaarste optie, buigen en omhoog. Dus met deze opbouw kan iedereen uiteindelijk de push-ups doen, zowel breed als smal. Let goed op je techniek, doe het anders voor de spiegel. En dan ga goed oefenen en dan zien we elkaar hopelijk weer in de fitness en met de perfecte techniek. Nou, bedankt voor je aandacht en tot de volgende keer.